Het ministerie van Volksgezondheid gaat per 1 februari 2022 de gezondheidssector ordenen en reguleren. Allereerst komt er een landelijke spreiding van huisartsen en om die reden per dezelfde datum geen inschrijvingen meer mogelijk zijn voor huisartsen in Wanica en Paramaribo. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat een goede spreiding hoog nodig is. We hebben dus doordat er geen beleid was, geconstateerd dat er een ophoping heeft plaatsgevonden, clusters hebben plaatsgevonden in Paramaribo en Wanica. Terwijl de overige districten vrijwel geen artsen, althans er is nog behoorlijk behoefte aan artsen. Zo ziet u bij het achterland bijvoorbeeld, het binnenland van Suriname, de drie districten, maar ook in de kustvlakte, in Komowene, Marowene, Nikeri, is er gewoon nog genoeg plek voor artsen om te werken. Dus we hebben een beleid uitgestippeld. We hebben een goede analyse gemaakt, assessment, en gezegd per 1 februari 2022 gaan we starten met die regulatie van dat spreidingsbeleid. Waarom 1 februari? Er zijn in de afgelopen maanden nog wat aanvragen ingediend. Er komen continu aan de lopende band komen aanvragen, mensen studeren af, hebben een droom, etc. Dus we hebben dan gezegd voor een smooth transition 1 februari. Hetzelfde beleid zal verder worden uitgebreid naar andere dienstverleners binnen de gezondheidssector. Een van de sectoren. De meeste apotheken gewoon particulier gevestigd in Paramaribo en Wanica. Misschien komen we een zal een paar hebben. Maar dat is ook de bedoeling. Waarom moet iemand uit Saramaca of iemand in Coroni naar een hulpapotheek van de RGD gaan? Terwijl ze ook een, terwijl we genoeg apothekers in het land hebben om volwaardige apotheken ook elders op te zetten. Dus we moeten goed gaan kijken hiernaar. En dat is ook de wens van de VVA, de Vereniging van Apothekers. Maar ook naar de fysiotherapeuten. Waarom moet een persoon uit Marowene die aan obesitas leidt, bijvoorbeeld, verwezen wordt naar de diëtist, moeten die bus pakken tot naar Paramaribo komen om een diëtist te vinden, terwijl je feitelijk met een goed spreidingsbeleid, goed vergunningenbeleid, wel dan de mensen kan motiveren om ook de andere districten te gaan. Er is genoeg markt, er is genoeg potentie ook voor andere districten waar medische dienstverleners zich kunnen vestigen. En natuurlijk kunnen mensen, gaan mensen kritiek leveren, dat begrijp ik ook. Het komt misschien een beetje hard en vervelend over. Maar daar heb ik ook gezegd, we gaan per februari 2022 gaan naar een stukje ordening en regulatie. De volksgezondheidsminister is van mening dat als voorgaande ministers dit hadden aangepakt, het probleem met de spreiding van de dienstverlening al was opgelost.